Nee, dit is Stefan van Wetenschapschool.nl. Hier een filmpje over de valversnelling. Als een voorwerp een vrije val maakt, dat betekent een val waarbij alleen de zwaartekracht een rol speelt en krachten zoals luchtwrijvingskracht te verwaarlozen zijn, dan krijgen we in een VT-diagram een mooie rechte lijn te zien. En als we dit experiment op aarde uitvoeren bij een vrije val dus, dan vinden we als we deze grafiek aflezen, delta V gedeeld door delta T is A, voor de versnelling vinden we 49,05 gedeeld door 5 is 9,81 meter per seconde kwadraat. En dit vinden we voor elk voorwerp wat we laten vallen. Of we nou een piano laten vallen of een veertje. Op het moment dat de luchtwrijvingskracht te verwaarlozen is, dan uh, krijgen we deze waarde. Nou, dat kunnen we bijvoorbeeld doen in een, een of andere vacuumruimte. Als we daar een veertje laten vallen, dan valt het gewoon net zo snel als een baksteen. Nou, die 9,81 die komt zo vaak voor. Dat is dus de versnelling bij de vrije val op aarde. Dat we daar een extra letter voor gebruikt hebben. En die letter is G. En op aarde is g de valversnelling gelijk aan 9,81. En op andere planeten heeft g een andere waarde. Nou, hier zien we in rood een VT-diagram van een voorwerp waar wel een wrijvingskracht werkt. Hier is de lijn niet meer recht, oftewel de versnelling is hier maximaal. En die gaat hier steeds afnemen, afnemen, afnemen. En als die grafiek doorgaat, dan gaat op een gegeven moment die grafiek zelfs horizontaal lopen. Dus dan wordt de snelheid op een gegeven moment constant. Nou, dit zien we bijvoorbeeld bij een parachutist. Die valt eerst sneller en op een gegeven moment gaat hij met een constante snelheid naar beneden. Nou, zelfs in een situatie met luchtwrijving kunnen we alsnog die 9,81 achterhalen. En dat doen we met een slim trucje. We gaan namelijk de raaklijn tekenen op dit moment. Dan doen we delta v gedeeld door delta t. En dan vinden we exact hetzelfde antwoord. En wederom vinden we dus hier uh, de waarde g is 9,81. Nou, waarom werkt dit nou? nou? Op tijdstip t is 0 hier hebben we geen snelheid nog. We hebben wel een versnelling, want die is gelijk aan 9,81 meter per seconde kwadraat, maar de snelheid is nog 0 en dat betekent dat we op dit tijdstip ook nog geen luchtwrijving hebben. Die luchtwrijving komt pas als je met de snelheid gaat bewegen. Oftewel, op dit eerste moment, op tijdstip 0, hebben we eigenlijk even een situatie die gelijk is aan de vrije val, omdat de luchtwrijving hier nog 0 is en dan horen we met een raaklijn nog steeds die 9,81 te krijgen. Als ik hier een raaklijn zou tekenen, dan zou de versnelling een stuk kleiner worden. En op een gegeven moment wordt de versnelling zelfs nul als die met een constante snelheid gaat bewegen. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapsschool.nl. See you next time!